Ik ben Nicolas. Ik ben Atir. Ik ben Jules Sterks. En ik ben Ellen en wij nemen dit jaar deel aan de World Cleanup Day. De World Cleanup Day vinden wij heel belangrijk omdat wij heel hard inzitten met het milieu en de toekomst van deze kleine patotters hier. Wij proberen sowieso al weinig afval te maken met ons gezin. Wat we wel regelmatig doen is dat we naar de zee gaan of naar het bos gaan en dat we dan allemaal afval zoeken, jongens. Dat we een race doen en onder de meeste stukjes plastic zoeken. Hè? Sowieso proberen wij wel duurzamer te leven. Alleen niemand is perfect, maar wij proberen bijvoorbeeld geen shampooflessen meer te gebruiken, maar echt blokken zeep. Ook voor de afwas gebruiken wij blokken. Als we naar de bakker gaan, gebruiken wij zakjes die we zelf meenemen. En herbruikbare rietjes doen wij ook vaak, of altijd. Wij hebben glazen flessen die we kunnen terugbrengen ook naar de winkel. Ik zou dat heel fijn vinden moesten nog meer vrienden van ons, familie en ook andere gezinnen zich ook engageren voor die grote opruimdag. Want dat is eigenlijk alleen maar iets positiefs. Ik zou dat desnoods zelf samen doen. Dat je er een dag van maakt, dat iets leuk wordt en dat je daarna een etentje doet of zo. Dat je dat helemaal in thema doet en dan wordt dat nog iets heel plezants. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat wij dat allemaal doorgeven aan onze kinderen, aan die jongere generatie, dat die dat mee oppikken. En dan wordt dat voor hen ook veel makkelijker. En je maakt er gewoon een spel van, hè. Doe mee aan de